Lumberjack Lierop is een eenmalig en uniek muzikaal mannenproject in Lierop. Ruim 60 mannen van alle leeftijden repeteren om stevige rocknummers uit te voeren tijdens de ultieme finale op zondagmiddag 11 augustus op Nirwana Tuinfeest. Een gelegenheidsrockband begeleidt het koor samen met dirigente Jannemieke Snijders. Austeer Jonikaite van Sirius TV ging naar de repetitie in de Vurhert en sprak daar met Jannemieke en met initiatiefnemer Erik Heesjes. De laatste keer dat ik hier was, was bij jullie eerste repetitie en er is denk ik in de tussentijd best wel veel gebeurd. Ja, we hebben hard gewerkt. Ja, dus toen de allereerste keer was de start en we zitten denk ik nu op ruim 2/3. En van de 11 nummers die we gaan doen, denk ik dat we een stuk of 8 al redelijk in ons hoofd hebben zitten. Ja. Kijk, van de 11 nummers, welke 11 nummers hebben uiteindelijk de selectie gemaakt? Wie de selectie gemaakt hebben? Welke van nummers? Die nummers? Ja, dat is eigenlijk door allerlei mensen die ideeën hebben ingebracht. En uiteindelijk ben ik wel degene geweest die gezegd heeft, nou, dat soort liedjes wel lastig te maken met een koor. Maar dat soort liedjes, die zijn heel gaaf met een koor te maken. Dus daar luister je dan ook naar. Kijk, van is het te doen? Ja, en welke nummers zijn het geworden? Ik weet niet of ik alles al moet verklappen. Nou, aan welk genre moet ik denken dan? Je moet echt aan het heftige rockgenre denken. Dus System of a Down is misschien wel onbekend, maar ook Muse. Er zit Metallica in. Even denken. Foo Fighters. Ramstein. Ja, echt het serieuze, heftige werk, zeg maar. Ja, dat is voor de mannen die waren aan bijna de helft was eigenlijk nog onbekend met muziek. Dat is toch denk ik een uitdaging. Ja, zeker. Voor de klassieke zangers van een traditioneel mannenkoor. En ook voor mijzelf. Want ik heb een iets bredere smaak, maar ook een iets andere smaak, moet ik eerlijkheidshalve toegeven. Maar ik moet zeggen, sommige nummers, en dat vond ik ook fijn van Jannemieke, die zich arrangeert, dat is ook de pianopartij, kunnen wij straks ook weer als mannenkoor misbruiken. Is misschien het woord waar ik wel mag benoemen. Maar het zijn echt gewoon hele mooie nummers geworden. En dat zijn sommige nummers waarvan ik de eerste keer hoorde, denk, jezus, wat een bagger, Harry. Staat er nu tussen te genieten om die te zingen. Dus dat is alle complimenten aan de arrangeur in dit geval. Ja, ja. Want het zal wel ook een beetje moeilijk zijn geweest om sommige niveaus een beetje op te krikken. Nou, dat valt op zich wel mee. Ik heb het idee dat de groep het echt best wel vlug heeft opgepikt. En ze hebben allemaal de mogelijkheid gehad om thuis te oefenen. Alles is ingezongen, dus ze kunnen hun eigen partij thuis oefenen. En er is ook echt gretig gebruik van gemaakt. Tenminste, zo lijkt dat voor mij. Hè? Elke week als er een repetitie is, dan hoorde ik weer van, oh, ze hebben weer thuis geoefend. Het gaat vlug. Ja, en nog zo'n 3 maanden, dan is het Nirwana. Dan is eigenlijk de finale voor jullie. Ja. Hoe gaat een beetje het optreden er dan uitzien? Ja, we worden echte artiesten. We hebben echt iemand die ons gaat begeleiden achter de scene, zeg maar. Dus wij worden ontvangen. Dus wij zijn er wel naartoe aan het werken. Dat willen we ook. We willen eigenlijk voor de zomervakantie het hele repertoire kennen. Dus we gaan ook nog even een generale houden bij Nirwana buiten. Om het zo echt mogelijk alvast dat we niet zo min mogelijk voor verrassing komen. Dan natuurlijk zal er ook die zondag wel weer iets gebeuren wat we niet voor ogen hebben gezien. Ja. Maar dat hoort er allemaal bij. Maar ja, het ultieme is gewoon, en dat is eigenlijk ook het enigste jammerlijke denk van dit project, is maar 1 keer optreden. Dus het is een uur vlammen. En dan is het denk ik daarna heel veel bier drinken volgens mij voor de meesten. En dan is het klaar, snap je? En kijk, voor sommige projecten die we ooit wel vaker, dan had ik 2 of 3 keer optredens. Dus daar is in ieder geval alle energie moeten we in dat 1 uur stoppen. Dus ja, je wordt 's morgens ontvangen. Dus je krijgt een generale, hebben we kunnen regelen met de organisatie van Nirwana Tuinfeest. Dus daarna blijft er een beetje bij elkaar zorgen dat ze goed gefocust blijven. En dan willen, de timetables zijn niet helemaal bekend, maar we gaan in ieder geval die zondagmiddag openen. 1:30 of 2 uur, dat is nog even de vraag. Op tijd er zijn. Dus op tijd er zijn. Ja, zeker. En echt, vanaf moment 1, als je de niet wil missen, moet je echt zorgen dat je vanaf moment 1 erbij bent. Dus in een vloek en een zucht is het voorbij. We hebben erop aangelegd, zeg maar, dat we echt in die tijd die we hebben, dat we ook kennen vlammen. Dus er zitten geen pauzes tussendoor. Het is echt baf, 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 nummers achter elkaar. Dus je moet echt op tijd zijn, anders ga je iets missen. Dan ben ik eigenlijk benieuwd, want het zijn toch wel een heel stuk mannen die gaan zingen. Die kunnen niet allemaal een microfoon hebben.
Nee, daar hebben we ook wel even over nagedacht. En dat is dan ook weer het mooie van deze groep. Het is denk ik ook wel de vorm dat je een project doet. De mensen die in dat project staan, we zijn allemaal bijna even enthousiast. Dus die hadden een x-bedrag in moeten leveren waar ze die arrangementen, waar ze die repetities voor krijgen, waar ze een lumberjack blues voor krijgen, outfit. En dat was het. Alleen wij kregen gaandeweg het idee, en de band gaat dadelijk ook op 1/10 van ze kunnen spelen, dat die balans misschien wel eens verkeerd kan raken. Want die muzikanten willen rammen en wij willen ook vlammen. En daar is, dan hebben we toen via Janemieke zijn we via Gluidsman Hans Wilbers, die had er in ieder geval iets bedacht om iedereen headsets via kabeltjes in een constructie en een paaltje met 6 man. Klinkt heel ingewikkeld, maar het is eigenlijk heel simpel. Ja. Daar gaan we dus ook in die 29e repeteren. Daardoor kan hij, tenminste daar hopen we, dat hij daar die balans een beetje recht kan trekken. Zodat we niet het gevoel hebben dat we 24 repetities voor Jan met de korte achternaam hebben gerepeteerd. Ja, dus dat we niet alleen maar band horen, maar ook zangers. Ja, ja. Ja, en dat geldt natuurlijk niet alleen voor de zangers, maar ook voor het publiek. Het doel is om echt een beleving neer te zetten waar je als publiek echt helemaal overvallen wordt door die power van die mannen. Dus als je dan ergens in een hoekje zachtje liedje staat te zingen, ja, dat gaat natuurlijk niet werken. Dus dat gaan we ook echt niet doen. Dus iedereen headset op, volle bak geluid open. Ja, dat gaat goed komen. Ja, en een volle bak geluid open. Ik kan me ook voorstellen dat sommige van deze mannen nog nooit op een podium hebben gestaan. Ja, ja, hoe is dat voor hun een beetje? Ik denk de meeste. Ja. Ja, dat moeten we gaan ervaren. Ja. Kijk. Daarom hebben we net die generalen, om daar even te voelen van hoe werkt dat nou? Maar ja, het blijft gewoon voor heel veel mensen, zal het echt de eerste keer zijn dat ze op het podium staan. Dus dat is gewoon een ervaring. Ja, ja, wel een hele leuke en spannende ervaring. Ja, zeker. Want we proberen dadelijk, en er zit ook nog een regisseur zit er hier in binnen de club. Dus we proberen ook een beetje, wij gaan geen danspasjes in studeren. Daar zijn we de mannen niet voor. Maar wel om houding. Hoe moet je gaan staan bij welk nummer? Dat is dan belangrijk. Mensen staan nooit met de hand op de rug of met zijn armen eroverheen. Het moet eigenlijk wel een geolied gebeuren zijn om naar te kijken. Mensen moeten vanuit gezicht het publiek zeg maar, kunnen overtuigen. En het leuke daarvan is dan dat je dat project met dat geluid begint. Dat we een eigen crowdfunding binnen de eigen leden hebben gehouden. Omdat we dat niet hadden gebudgeteerd. We hadden zeg maar een x-bedrag wel weggezet, maar dat kost natuurlijk iets meer centjes. Iedereen enthousiast is geweest om daar ook nog een extra financiële bijdrage aan te doen. Om daar een gedeelte rond te maken. Dus ja, dat geeft alleen maar het enthousiasme. Janemieke, heb je al meerdere Lumberjack projecten gedaan? Wat is een beetje het verschil nu met deze? Het grote verschil met deze zit hem echt in de keuze van de muziek. En dat we natuurlijk op een festival staan. Dus ja, dat. We hopen natuurlijk dat het publiekaantal, zeg maar, dat is natuurlijk ook veel groter. We staan buiten, dus dat is al eigenlijk best wel veel dingen. Maar de hoofdmoot is echt die muziekkeuze, dus echt die keiharde rock. Ja, dat is voor jou denk ik ook een beetje anders. Totaal, dat is voor mij ook de eerste keer. Maar echt heel leuk, er zitten nummers bij. Nou, mijn jongste broer, daar had ik vroeger al ruzie mee om de muziek die we nou aan het maken zijn, zeg maar. Dat ik dan zei, zet die herrie af. Maar het blijkt toch echt super leuk te zijn. Dus ook als arrangeur, zeg maar, om te ontdekken hoe die muziek dan in elkaar steekt. Met heel veel maatwisselingen, andere akkoordjes die niet logisch zijn, zeg maar. Gewoon kei leuk. Ja, ik kan me ook voorstellen dat een beetje deze muziek ook gaat groeien bij de mannen. Ja, dat gaat zeker. Ja, ja. Maar er zijn natuurlijk ook een aantal heel veel Nirvana-gangers, want die zitten er ook bij. Dus die zijn er echt voor, want je merkt ook, het is een diversiteit qua leeftijdsopbouw. Er zijn een aantal, de jongsten, ja, die kennen die nummers, die stampen ze al meteen zonder dat bij wijze van spreken we al één keer hadden gerepeteerd. Maar de anderen zijn wel weer zo fanatiek, die leren dan toch ook weer gauw genoeg al die teksten. Dus het enthousiasme daar is er eigenlijk vanaf repetitie 1 geweest. Maar daar zei ik al, ik denk in zo'n projectvorming dat daar straks echt toekomst gaat worden voor welke vereniging of voor welke gedeelte ook straks in de toekomst iets gaan organiseren. Mensen stappen er dan bewust in, hebben een beginpad en een eindpad. En voor ons was het 7 september starten en 7 september eindigen we bij een feestavond bij Nirvana. Dus dat gedeelte, ja, en dan bouw je zeg maar in ruim een half jaar, bouw je toch gewoon iets met elkaar op en je werkt er naartoe. En iedereen is bijna even fanatiek. En bij een koor is dat toch, ik kan uit ervaring spreken, want ik heb ook zingen in de koor en ik heb ook een andere koor gezien, dan is het toch vaak waar, niet altijd, maar soms wat gezapiger, omdat je geen doel hebt om meteen naartoe te werken. Ja. Hier heb je meteen een doel om naartoe te werken. En ik denk dat daar echt de toekomst is voor
voor vele verenigingen. Ja. En als ik hoor, het doel, daar gaan ze ook echt voor. Ja, precies. Ze weten van, nou, dat is het. Dat is het tijdspad, dat wordt van mij verlangd. We hebben inderdaad de eisen, nou goed, zingen, enthousiasme is als dat. Janemiek is ervoor met de band om het muzikaal uit te halen wat erin kan zitten. En aanwezigheid, hè? We hebben ook, weet ik het, je mag 3 repetities missen of zo, ja, weet niet meer precies. Ja. En daar houden we ze ook aan. Dus ja. Er zijn ook mensen aan de voorkant al afgehaakt die zeggen, ja, maar dat ga ik niet halen. Ja, jammer. Dan niet. Ja. Dus jullie blijven nou wel echt met de harde kern over? Ja. 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 Maar dat zijn er nog gehaald 65. Dus ja. We hebben er 67 gehad. En er zijn er, van één is gestopt vanwege die zakken naar 2 repetities gewoon niet zitten. En de andere die kon het niet rijmen met zijn voorbereiding van de marathon. En de rest is allemaal niet zitten. Dus, wat dat betreft is de garant voor succes, denk ik. Ja. En dan, stel die zondag is echt een succes. Wat dan? Ga je dan misschien nog toch door? Nou, het doel was 1 uur vlammen, dus dat blijft staan. Ik ga nooit bijvoorbeeld zeggen, we doen daar nooit niks mee. Maar ik vind dus, het doel was gewoon 1 uur vlammen bij Nirvana Tuinfeest. Daar is het. En als we dat bereikt hebben, ben ik een heel tevreden man. En ik denk met mij 64 anderen en de band en de dirigent ook, denk ik. Wat er daarna gebeurt, dat zien we wel. Maar dat weet ik niet. En dat ga ik ook niet bij voorspraat zeggen van, nou, we gaan daar en daar naartoe. We hebben... Als ze nou zeggen Ziggo Dome, dan zeggen wij wel ja, toch? Ja. Ziggo Dome kan ik wel tijd vrij van maken. Ja, okay. En ik denk wel meerdere. Maar nee, we laten maar op ons afkomen. Maar in principe hebben we gezegd 7 september tot 7 september. En wat dan? Kijk, ik hoop dat iedereen, wat jij en Mieke straks zei, dat we mensen kunnen overvallen met ons optreden. En dan gaan we het wel zien. Ja. Zo simpel is het.